Mijn moment. En mijn moment. Was natuurlijk de overstap naar Radio 538. Mijn moment van 2015 was een familiebarbecue. Ja, sorry hoor jongens, maar succesjes en hoogtepuntjes. Terwijl de wereld in brand staat. Mijn moment van 2015 was... het winnen van het eerste seizoen van Dance Dance Dance. Met deze kan je... oorlog, terreur, hongersnood, onverdraagzaamheid. Daar passen geen hoogtepuntjes bij. Mijn moment van 2015 was mijn debuutroman. En wilt u weten wat mijn moment is? Kijk dan op oudjaarsavond om 8:30 naar RTL 4, naar RTL Late Night.